Zo. Ja, ik zal me eigenlijk voorstellen. Ik ben Piet Ruiter. Ik ben geboren in 1950. Leeftijd moment 63. We zijn hier in het Westerdok, in de boetschuur waar ik mijn netten heb leggen en uitzoek en repareer. En ik ben visserman, beroepsbinnenvisser, zeg maar. Ja, alles wat op de Noordzee zwemt, komt hier ook via de sluizen binnen. Van tong, steenbolken, wijting, noem maar op. Haring. Haring ook wel. Haaien. Haaien hebben we nog niet gevangen. Wel, ze hebben wel eens een keer een haai gevangen, maar dat was een collega bij Muiden. Dat was zo'n soort jonge haai, zandhaai denk ik, die dan... Maar een steur, Russische steur, ook al gevangen. Ja, Atlantische steur. Meerval, zie je ook af en toe eens. Het is meestal dan wel de groothandel die ze afneemt. Kleinhandel is toch lastig, weet je wel. En restaurants? Nee, heb ik ook wel eens gedaan, maar dan... Kijk, je hebt dat niet altijd. En dat is voor een restaurant, die wil dan, zegt ik wel, elke week bijvoorbeeld... 10 of 20 pond te halen hebben, zeg maar wat. Maar dan, dat heb je je vak niet altijd dus. En bij de handel hebben ze dat natuurlijk wel. Ja. Dus, dan, dat valt niet mee om altijd te leveren. Ja. Piet, we zitten hier in de boetschuur, hè? Buiten staat boetschuur. Wat is een boetschuur? Ja, ze zeggen ook wel boet. Gewoon bij het meeste zeggen we gaan naar de boet toe. En het is omdat je hier vuiken zit te boeten. Maar wat het repareren van vuiken, dus het repareren, hè? Dus er een gat in zit en het boet je dan. Dat heet boete. Het is eigenlijk het patroon volgen. Dus hier moet je even een maasje maken. Even vasthouden zo. Het is toch een heel werk die netten onderhouden? Ja, dat mag nog wat voor. Je hebt natuurlijk wel eens last van die wolhandkrabben als je die in die fuiken hebt. Dan heb je wel weer materiaal, dan gaan die krabben daar niet zo gauw aan, weet je wel. En je bent binnenvisserman, waar vis je op? Nou, voorheen vroeger altijd hoofdzakelijk op aal en paling, maar ja, door de maatregelen van de regering, zeg maar, en, van hogere hand. Mag dat niet meer? Nee, je hebt tweeledig is dat. Je hebt de maatregel dat je 3 maanden van het jaar, dat is september, oktober, november, dat geldt voor iedereen hoor, dat is landelijk, dat je niet op paling mag vissen. Dat ze zeggen, nou, de geslachtsrijpe paling moet wegkemmen. Toen besloten ze ook nog om te zeggen dat het hele Noordzeekanaalgebied, ik vis dan in de havens, dus de zijwaarders ervan, dat er dioxine was gevonden in aal. Terwijl wij altijd dachten, ja, rapporten van Drivo en Imaris, van het is allemaal onder de norm. Ja, overal zit al iets in natuurlijk. Maar eet gerust 10 kilo paling per jaar en dergelijke. Maar ja, ze hebben de norm veranderd. En dan, dus in ene zijn we eigenlijk een beetje Pietje Siakali geworden. Ben je nu broodeloos? Nou, te delen, we zijn weinig gecompenseerd. Dus ze zeggen, zoek het maar uit. En is het lonend om op andere vissoorten te vissen? Ja, ik heb dan nog de mogelijkheid dat ik nog wat op schubvis mag vissen. Niet overal, maar dat ligt aan je huurcontract van de water. Hè. Dus ik mag dan nog wat snoepbaars vangen, baars. Normaal deed ik dat ook al eens winters hoor. En nu ook, want zomers laten ze eigenlijk slecht vangen en zitten ze verdeeld. Dus daar heb je nog iets inkomsten uit. Voor de rest is het een beetje overleven eigenlijk. En hoe doe je dat overleven? Nou, 's avonds heb ik nog een schoonmaakbaantje, dat je schoonmaken. Wel van een viswinkel, een soort horecawinkel. En die stoppen dan om 5 uur, dan kom ik en dan stop ik de tent uit, zeg maar. Dat is maar 3 uurtjes hoor, maar goed, dan heb je toch nog iets, hè? En doe je ook rondvaarten met toeristen? Ja, ik heb wat vrienden om me heen. En die, met dezelfde wat ik net zei, dus de staatsecoloog, die heeft er wel contact, die heeft voor elkaar gekregen via Haven Amsterdam, dat ik mag onderzoeksvuiken zetten en ik mag 4 mensen meenemen. En het onderzoeksvuiken zetten, je mag natuurlijk geen vuiken vissen, omdat je geen haan mag vangen. Dus dan heb ik speciaal ontheffing vanuit Den Haag, via Waternet, Haven Amsterdam en DRO. En die betalen dan ook iets voor die onderzoekstochten. En om iets meer verdienst aan, dat niet zo heel veel is, mag je betalende gasten meenemen. Maar het moet nooit echt een rondvaart worden. Hè. Het moet een onderzoekstocht blijven. En ik mag er ook niet meer dan 4 mensen meenemen. Verschrikkelijke bureaucratie. Ja, maar goed, het is ook maar een klein vlekje. Je hebt met de veiligheidseisen te maken. Je komt ook in een gebied, visje. Ik vis ook in een oliehavengebied. Zo'n vlekje waar ik bij vis bijvoorbeeld. Er moeten allerlei eisen voldoen. Allemaal vonkvrij. Laten we even naar je schip kijken. Ja.
Die stokken met die vlaggen, wat is dat? Nou ja, ze moet herkenbaar zijn. Ze moeten kunnen zien dat ze van mij zijn. Aan de kleur? Nou ja, die kleur heb ik dan zelf bedacht, maar ze willen graag dat er een vlaggetje aan zijn. Zichtbaar ook voor scheepvaart. Maar aan zo'n lange stok zit dan de fuik? Ja, ja, soms een voorloper, een eentje lijn en een bosje ketting, dat die fuiken goed blijven liggen. Je begint meestal met een pen onder de bal, zodat je het makkelijker tussen de stenen krijgt. Hoeveel binnenvissers zijn er in Amsterdam? Ik dacht nog, ja, mijn persoon en nog eentje. Die inmiddels in de 70 is, dus die bouwt een beetje af, zeg maar. Tussen IJmuiden en de Oranjesluis had je, dacht ik, nog vier of vijf man. Ja, dat is allemaal natuurlijk moeilijk hebben. Want zeker als je alleen aalrecht hebt, dan, ja, die zijn uitgevist eigenlijk. Dus handgebreid. Dan heb je ook geen naad, hè? Tegenwoordig is het allemaal machinaal wand. Maar dan krijg je een naad, omdat je hem ook, je moet het ook aan elkaar zetten. Maar dan moet je hem ook nog dichtmaken. En dit breien ga je rond. Dat is echt palingfuiken. Dat is echt een aal en palingfuiken. Er is dan een kleintje natuurlijk. Je hebt ook allerlei maten. En ook hokfuiken, weet je wel. Dat je op de IJsselmeer ook wel ziet. Die met palen zijn. Kijk, dit is dan zo'n cup. Dat is dan. Het is weer krappe steen. Dat is geen nylon meer, maar dit heet dan PE, noemen ze dat. Een soort kunststof. Dan gaan die krabben niet zo gauw. Dus dat. Zo bedenken ze wel eens wat nieuws. Alleen normaal gesproken hadden ze uit het meeste te water gestaan nu, maar dat visverbod, aanvangsverbod, ja, leggen ze in de kast, zeg maar. Oude houthouder heb ik ook vergunning. Ja, ja. Ja, dat is ook... Westerdok ook? Westerdok niet. Het is echt het IJ, houthavens en westelijk havengebied, hè, Westerhaven en zo. Nee, de houthaven is ook, maar ja, op het moment alleen dan onderzoeksfuiken sta je dan wel eens. Je hebt bepaalde plekken die zijn aangewezen. Want zo'n onderzoek moet natuurlijk een beetje steeds elke keer hetzelfde, van dezelfde plaatsen zijn. Hè? Wat wordt er dan onderzocht? Dat is de vangst. Dus, je mag 10 nauwmazige fuiken zetten. Dus je kijkt waar daarin zit, wordt gemeten en dat wordt geroteerd. Ja, vaak gaat de stadsecoloog mee. En ook als je wat bijzonders hebt natuurlijk. De knor en de knorrenpost hebben we al gevangen. Wat is dat? Nou, een klein visje, maar die knort ook echt. Okay. Ja. Dat je niet denkt, nee, van, nee, er staat een vark achter me, maar dat... Nou ja, en al dat soort visjes wat hier dan ook met ballastwater heen komt, hè. Zwartbekgrondel, die massaal, die het heel hier goed doet. Hoe heet dat? Een zwartbekgrondeltje. En die komt uit de Kaspische Zee, Zwarte Zee, Kaspische Zee, die richting uit. Hoe kan dat dan? Nou, ze kennen het. In ieder geval, het is sowieso dat die vaarroute is verbeterd, hè. Je hebt het Rijn-Donau-kanaal. En ik ken heel veel, dus op natuurlijke wijze... hierheen komen via de Rijn, Amsterdam-Rijnkanaal, dat gebeurt natuurlijk ook. Maar er komt ook veel met schepen. Dat is natuurlijk al lang al zo. Die nemen ballastwater in waar ze zijn. En dat lozen ze weer. Als ze olie in moeten nemen of andere vracht. Dan wordt het water, dan moet het schip weer omhoog. En dan gaan ze het ballastwater pompen ze dan in zo'n haven weer overboord. Dus, we hadden daar bijvoorbeeld ook de penseelkrab. Dus, dat is een klein krabbetje die we nog niet gevangen hadden. En die heeft op zijn... De hoeken van de schade, zeg maar, ze mogen ze ellebogen. Er zit een klein kwastje zit daar zo, net of het een penseel is. Een krab uit China, heb ik gehoord. En die kwam uit Japan. Ja, de Chinese volhandkrab, die hebben we ook nog. Die penseelkrab is, daar zitten ze over te dubbel of ze nou Rembrandt of Vincent gaan noemen. Dat wachten we af. Ja. Kun je hier blijven liggen met je bedrijf, in het Westerdok? Ja, ja. Het is, ja, dat is me toegewezen toen. Ik zit hier vanaf 1980, lag ik eerst een beetje naar voren. Ja, toen ging het, was een stuk vrij gevochten gebied, hè, het hele Westerdok, de Waardeloodsen. Je had een stukje op de wal en dat ging wel ook allemaal goed met elkaar om. Hoor. En het, een soort dorpsachtig iets had het. Hè. Ja, toen kwam er toch de plannen met projectontwikkelaars natuurlijk, die ineens toch wel wat in zagen om hier hoogbouw neer te zetten. Ja, het mooie is dan wel dat ze dat tegelijk deden met toch legplaatsen maken voor de schepen die er al lagen, hè, maar met de stijgers. Hè. Als je eerst woningen gaat bouwen en je gaat daarna, als er dan mensen wonen, om dan woonschepen in te leggen, dan krijg je problemen natuurlijk. Dus nou ging het samen op. Dus heb ik nog iets, even een paar jaar in de houthaven gelegen, omdat ik als laatste terugkwam. Omdat dit is het laatste klaar was. En hoe is nu de verhouding met die appartementbewoners? Nou, goed. Ja.
in het begin denk je, ja, ik zie tegen ze op en hun kijken op meneer, weet je. Maar dat, en dat blijkt dus als je die mensen spreekt, dat het ook net mensen zijn, zeg maar. Die moeten ook de deur uit. Om, komen ze wel eens langs hier? Nee, maar we hebben toch wel eens een keer per jaar buren, die houden dan zo'n buurt iets, een middagje, zeg maar. Dus voor dit blok en dan de schepen die hier dan liggen. En, nou, dan, iedereen heeft nog wat mee. Een teentje. Ja, precies. Teentje op de wal en dan. En iedereen neemt een hapje mee en wat te drinken. En dan, nou, ze leren de mensen ook een beetje kennen. Ja. Ja. Het zijn niet allemaal, het zijn dure woningen, maar het zijn niet allemaal miljonairs, weet je. Dat idee heb je dan. Maar ook gewoon een leraar die daar bovenin woont, die ook gewoon naar zijn werk moet. Dus, ja. Hier nog een staartje.